Habitat Sicon, je bent bekend bij de mensen van Idol natuurlijk. Hè. Is dat eigenlijk een eerste goede stap geweest richting Eurosong? Ja, ik moet zeggen, toen ik aan Idol heb meegenomen, was ik net 18 geworden. En ik was toen toch net iets te jong, vond ik voor mezelf, om in de showbusiness te stappen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb wat gas teruggenomen. Ik ben veel ervaring gaan opdoen, trainingen, intensieve zangcoaching. En eigenlijk veel nummers zoeken, nummers schrijven. En dan gewacht tot het juiste moment aanbrak. En ja, hier is het. Althans, bij Idol herinner ik me, jij werd getipt als een van de betere deelnemers en toch ging je er relatief vroeg uit in die laatste 10. Heb je ook geen schrik voor een soort gelijk scenario hier bij Eurosong, want dat is ook zo'n meedogenloze wedstrijd. Ja, kijk, Idol is wel een heel... Dus voor mij is het toch een andere wedstrijd, omdat bij Idol wordt een genre opgelegd. Je moet elke week een ander genre zingen. Nu, bij Eurosong kies je zelf je genre. Ik ben zelf 100% tevreden over mijn nummer. En hoe dan ook, Eurosong zal een fantastische ervaring zijn. Ongeacht of ik er wat sneller uitleg. Ik hoop natuurlijk om in de finale zeker te geraken. En als je meedoet aan een wedstrijd, wil je ook altijd winnen. Dus moest dat niet zo zijn als ik win, is het sowieso een fantastische ervaring geweest. En als we kijken naar K3, die hebben ook heel veel uit het avontuur gehaald. Dus ik ben er zeker van dat ik niks te verliezen heb. Maar die zongen vals en jij niet, dus je hebt al een voetje voor. Ik hoop alleszins dat ik een goede zangprestatie ga neerzetten, ja. Ga je trouwens alles live doen tijdens de voorronde? Ik bedoel dan ook de backing vocals, als die er überhaupt bij zijn tenminste. Ja. Dus ik ga zelf live zingen met 5 backings die ook live gaan zingen. Dus we gaan volledig voor een vocale prestatie, sterke prestatie. Het nummer heet A Rumor Has It. Waarover gaat het eigenlijk? Het nummer zelf is een vrolijk pop gospel soul getint nummer. En het gaat over een ontluikende liefde. En het hele nummer gaat eigenlijk over die kriebels die je voelt. Wanneer je die prille liefde hebt, dan is het allemaal heel mooi. En ook gewoon op zich, het refrein gaat, it's a beautiful day. Het is een hele positieve boodschap. En ik denk voor Eurosong dat dat wel goed is. Prille liefden, is dat uit eigen ervaring of zo? Uit eigen ervaring. Ja, iedereen heeft die kriebels bij een prille liefde. Maar ik moet zeggen, ik heb nu zelf ook een vriend. Nu 1,5 jaar zijn we samen en wij hebben die kriebels ook nog wel. Gelukkig. Mark Palink heeft het nummer geschreven. Hoe kom je bij hem terecht eigenlijk? Een kennis van mijn vriend kende via Mark Palink. En eigenlijk heeft hij aan mij gevraagd of ik geen zin had om aan Eurosong mee te doen. En ik heb toen gezegd, kijk, ik wil heel graag meedoen aan Eurosong. Maar dan moet ik echt 100% achter dat nummer staan. Dan hebben we gezocht, want Mark Palink schrijft natuurlijk heel veel goede nummers. En dan heb ik echt gezocht naar het nummer wat mij 100% lag. En dan zijn we bij Rumor Has It uitgekomen. Heb je er ook over gewaakt dat het niet een zogenaamd typisch Eurosong nummer zou zijn? Ja, typisch Eurosong. Wat is typisch Eurosong? Dat is nu ook wel natuurlijk de vraag. Dus ik heb genomen, ik denk niet dat ik een nummer moet gaan brengen wat mij niet ligt, want dan zou het ook niet overkomen naar de mensen. Dus ik heb genomen wat mij 100% ligt, het genre wat mij 100% ligt. En ja, de rest zal van de mensen afhangen, want tegenwoordig, ik zou eigenlijk niet goed weten wat typisch Eurosong is. Dus zeker de laatste jaren, als we kijken welke mensen gewonnen hebben. Dus, voilà, je bent nog relatief jong, dus dat Songfestival Oude Stijl heb je denk ik niet echt heel bewust meer meegemaakt. Heb je desondanks misschien toch al eens videocassettes gezien van oude festivals uit de jaren 80 of zo? Ja, wat ik me vooral herinner is Carola uit Zweden. En dat heb ik vooral toen ik... Ja, dat is mij altijd bijgebleven, want als kind keek ik wel heel graag naar het Eurovisie Songfestival. Toen was je 6, hè? Toen was ik heel, heel klein. Maar zij is mij wel altijd bijgebleven. Dus ja, ik heb enorm veel bewondering voor haar. Zij is een hele goede zangeres ook. Je wil absoluut geen eendagsvlieg zijn, zeg je. Wat ga je doen om dat inderdaad niet te worden? Eerst en vooral heb ik een heel goed team, wat mij ondersteunt, wat mij echt met raad en daad bijstaat.
wij, dus ik ga echt ook zeggen, wij werken heel hard aan een album. Wij zijn nu met verschillende schrijvers aan het spreken, dus we zijn muziek aan het verzamelen. Ik schrijf zelf ook muziek en teksten. En wij gaan gewoon proberen een goed album te maken en dat dan zo proberen te verkopen via een platencontract. Staat er wel een timing op? We hebben nog geen concrete timing vastgezet, nee. Okay, en dat zijn allemaal palingnummers dan, of mogen er ook andere componisten komen? Dat gaat heel gevarieerd zijn. Dus we gaan niet alleen met Mark Paling samenwerken, zoals ik al zei, we hebben ook nog contact met andere schrijvers. Is Jan Leijers misschien een van die mensen? Want ons is verteld dat hij jou ook heeft gesolliciteerd om een Eurosong-nummer in te zingen. Ik heb wel al verschillende keer met Jan Leijers samengewerkt. Dus ja, wie weet, in de toekomst komt daar nog wel een nummer van. Maar het Eurosong-nummer, dat ging niet door deze keer dan? Het is niet zozeer dat het niet doorging, maar het was gewoon een kwestie van timing. Dat Mark Palink juist, dat ik dus die kennis tegenkwam en dat dan met Mark Palink. En ik dacht van ja, oké, ik wil wel luisteren, ben geïnteresseerd. En ja, dat nummer van Mark vond ik gewoon zo goed dat we voor dat nummer gekozen hebben.